Breda nu. Je weet het meteen. 800 tweedejaars VMBO-leerlingen namen deze week deel aan de beroepsmanifestatie in Jeugdland. Leerlingen maken kennis met nieuwe beroepen die, ja, en ook oude beroepen, of tenminste bekende beroepen, hè, zoals automonteur, kok, cateringmedewerker. Maar er wordt hier ook al gesproken over bijvoorbeeld 3D-printing. Ja, zeker. Dus dat zijn nieuwe functies. Ja. De meeste vraag is, wat voor functies heb je bij de politie? He, en in de uitvoerende sector, de politieagent op straat. En daar hebben ze een heel mooi beeld van, he, hoe ze graag bij de politie willen. Boeven vangen, schietpartijen, vechtpartijen. Maar ik wil ze ook nadrukkelijk zeggen dat de medaille een keerzijde heeft. Ik wil zeggen dat ook minder leuke dingen zijn van de functie van agent of hoofdagent. Nou, en dat probeer ik ze uit te leggen. En welke bedrijven springen er nou echt uit vandaag? Ja, op deze leeftijd van deze jongeren, zie je dat de trek naar bijvoorbeeld het defensie staat, het leger, de politie, kinderopvang. Dat zijn beroepen die heel erg sprekend zijn voor leerlingen van deze leeftijd. Maar bijvoorbeeld ook de McDonald's of een banketbakkerij, dat trekt ook wel heel veel aandacht. Maar als ze even aan het praten zijn, dan kom je ook tot andere beroepen. En ik zag bijvoorbeeld net, nou, de gemeente Breda, daar stonden heel veel mensen te praten. En dan ontdek je ook van, goh, wat kun je daar nou allemaal doen? Want daar heb je als 14-jarige niet zo heel veel weet van. Dus ja, dat zijn ze hier allemaal aan het ontdekken. Wij doen het beroep operator, doen wij. Dus het bedienen van een, in ons geval, een cementoverslagbedrijf. Dat proberen we te laten zien. En wat zijn nou de meeste vragen die je krijgt van leerlingen? Wat we precies doen en wat er dan een beetje van hun verwacht wordt. Hè, wat ze bij ons mogen gaan doen als ze een dagje komen. Is er een beetje animo voor vandaag? Nee, bij ons is het heel rustig. Maar dat heeft ermee te maken omdat ze zich niet precies voor kunnen stellen wat het allemaal inhoudt. Bijvoorbeeld bij het leger is veel duidelijker te zien wat ze kunnen doen. En dat missen ze bij ons een beetje. Helpt dit nou voor jou ook om je keuze uiteindelijk te maken? Wel een beetje, want dan kan ik een beetje kiezen wat ik wil. En ja, misschien ook wel wat je juist niet wil. Ja. Dat vind ik wel fijn. Breda nu. Je weet het meteen.